Eerst wilde hij het internet afschaffen, Johan. Ze <laughs> <laughs> schaffen het internet gewoon af. Ja, nou, dat ging niet helemaal. En toen had hij toch wel het idee van: ja, die jongens moeten zich wel ontwikkelen, niet alleen met, met schrijven. Nou, ja. dan had hij dat cameraatje in zo'n oud uh, kantoortje, zat Marieke achter die camera. En die zei dan: Je hebt een half minuut, wat speelt er bij Feyenoord? En dan moest je dat gaan vertellen. Zo is het begonnen. Martijn Krabberdam, hartelijk welkom bij uh, Kopstukken vanuit NOLA in Utrecht. Ja. Je wordt niet vaak geïnterviewd volgens ik mij. Ik word niet vaak geïnterviewd, nee we hadden het er net over. Waarom is dat? Um, nee, je krijgt wel eens een verzoekje en zo en dan kijk je of het een beetje past en dan uh, heb je weer een afspraak en zo. Maar jij stuurde een heel leuk filmpje en ik dacht van, uh, ik vraag ook heel veel mensen om hun tijd, weet je wel, en, en om een interview. En je kunt niet altijd uh, nee blijven zeggen, dus, uh, dus vandaar. Goeie moment, een leuk filmpje. En ja, Michel heeft natuurlijk op de Chesterfield gezeten. Er, en even alles doorgenomen. Dus ik denk van ja, daar kan ik niet achter Ja, die heb je een half jaar om zijn oren geslagen. Ik, daarom mee. ja. Dus nu die hef, je heeft even uitgelegd hoe de journalistiek in de wereld in elkaar zit. Nou ja, dan moet ik dat ook even doen. Ja, ik hoorde in de podcast dat je al een klein beetje had voor, uh, voorbereid. En een paar dingetjes had bekeken. Wat viel je op als je naar de andere gasten keek? De verschillen. Wilfred ging hier zitten en die ging jou met nog meer interviewen. Die probeerde een beetje de regie over te nemen als, 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 als het spannend werd. Klassiek genezen. Ja. Of ben, je nou, ben jij nou zenuwachtig trouwens? Ja, dat nee, valt mee. Ja, een ja ja, ja, ja. Klein en, beetje. En, en, ja, en Stuart zat er als Stuart En uh, ja, verder... die uh, heb ik nog meer be half bekeken? en ja, Michel heb ik natuurlijk helemaal... Heb ik, uh, ja, dat heb al vier keer bekeken natuurlijk, omdat... Die uh, <laughs> verhalen je al een beetje. Die ken ik natuurlijk al een beetje, nee. En, um, en Joep. Ja, Joep. Ja, ja, Joep. Ik moet zeggen, ik vind Joep, ik vind Joep altijd wel top. Ja? Ik kan goed met Joep overweg. Ja. Als ik hem bij, bij clubs tegenkom. Kijk, Joep hebben een beetje wat wij hebben. Hij is er. Dus hij gaat op zoek naar dingen, hij spreekt mensen. En uh, Joep is ook, die zegt ook van uh, jullie doen nog het echte journalistieke werk, weet je wel. Dus, ja. uh, met Joep hebben we altijd een goede band. Ja, want wat, hoe kijk je eigenlijk een beetje naar het werkveld van de voetbaljournalistiek? Um, nou, dat kun je wel uh, een beetje onderverdelen nu, hè? Je hebt natuurlijk heel veel uh, jongens die zitten achter hun bureau en uh, beschouwen het van, van daaraf. En je hebt jongens die gaan, die zijn in het veld, zoals ik, en die gaan naar wedstrijden, die spreken mensen. Ja, die tweedeling kun je wel, kun je wel heel duidelijk maken. Hm. En waar is die fascinatie voor, uh, voor de voetballerij bij jou begonnen? Omdat ik zelf voetbalde. Daar begint het allemaal mee. Ja, daar hou je van voetbal. En dan hoop je dat je profvoetballer wordt. Nou, op jonge leeftijd merk je al dat je daar niet het karakter voor hebt. En dan probeer je iets anders. En toen heb ik op een dag gewoon naar het Rotterdams Dagblad uh, gebeld. Ik las natuurlijk de krant. Ik kreeg volgens mij Sjoerd Bootsma of zo aan de lijn. Ik zeg ja, ik ben Martijn en uh, ja, ik lees de krant altijd. Ik wil eigenlijk ook wel uh, verslaggever worden. Heb je geen werk voor me? Toen zei hij, nou dat komt goed uit. We zoeken nog iemand die de uitslagen bij elkaar belt. Dus ja, kom maar op uh, zondag zo en zo laat en dan uh, kan je aan de slag. En dat was dus gewoon niks anders dan dat je daar dus kwam. Je keer aan een bureau zitten. Een oude telefoon, Die bestonden nog. Hè? Ik, nee, he? Niet die, maar wel die. <laughs> okay, wel tikken. Okay. <laughs> en dan ging je gewoon bellen met de vierde klasse. En dan ja. kreeg je de kantine: ja, wat is het geworden? Pelikaan tegen Hupplepup. Ja, uh, 2-0. Wie zijn de doelpuntenmakers? Ja, Piet en Henk. En hoe, hoe, was, het, hoe was de wedstrijd verlopen? Ja, nee, we waren de eerste helft beter. En daarna kregen we nog even moeilijk, maar het bleef bij 2-0. Nou, tikken, tikken, tik. Drie regeltjes en zo belde je 36 van die voor uh, van je vrouw uit de regio, die kende je op een gegeven moment. Ja, en, en, maar je leert best wel veel daarvan. Want in het begin wordt ik in helemaal ingenomen. Het was een topscoretje in de vierde klasse die niet had gescoord, maar wel hoog moest blijven, zei ze gewoon dat hij een doelpunt had gemaakt. Weet ja. je? En, en Dus dan hoorde je later van, nou heb je helemaal niet gescoord. Dus ja, daar leer je natuurlijk wel dingen, snel dingen te doorzien. Dat je zegt van geef even de trainer, in plaats van uh, iemand uit, uit de kantine. Ja, en, en dat, dat is eigenlijk het begin geweest. En kwam je dan ook bellen, bij de over de vloer? Of was het alleen maar bellen? Of nee, het in het begin broodje? was het echt alleen maar bellen. En je hoopte natuurlijk dat je een keer echt naar een wedstrijd mocht. Dat was natuurlijk heel wat. Ja, en vond je maar, het leuk? Ik vond het wel leuk, ja. Want het was wel dynamisch. Je zat op zo'n redactie. En uh, ja, een paar vrienden van me werkten er ook. Dus het was hartstikke gezellig. Je ging daar zitten, bellen. Je ging wat eten. En je ging weer naar huis. En je had, je had geld verdiend. Nou, dat deed ik toch liever dan tomaten plukken. En had je iets in je karakter zitten of een bepaald talent waarvan je dacht van... ...daarom moet ik iets met journalistiek gaan doen? Um, ik was ik, ja, nieuwsgierigheid, denk ik. En ik, ik, uh, ik wist natuurlijk hoe het wel werkte in dat voetbal. Omdat ik zelf speelde. Ik kende al die spelers uit de regio. Ik wist wat er bij, wat er bij die club speelde. Dus dat was natuurlijk heel makkelijk. Je ging naar een wedstrijd, je ging de kantine in en je dronk even wat... ...en je was totaal op de hoogte van alles. Mm -hmm. En dat schreef je dan op en dat was... Uh, ...en dan kreeg je reactie weer op en uh, ja... Ik was eigenlijk altijd aan het voetballen, altijd buiten. Dat is, als ik nu naar mijn eigen dochter kijk, ja, dat is natuurlijk anders nu. En die zit natuurlijk veel meer op die, uh, op die computertjes en, 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 en de tablets. Dat hadden wij natuurlijk niet. Nee. Dus wij waren buiten aan het spelen. Je was eigenlijk dag en nacht aan het, aan het voetballen. Om nou, het in te halen, dat hebben we het meegenomen. We zijn namelijk uh, even bij uh, beeld en geluid geweest. En we hebben de directeur gesproken over carrière. Martijn Krabbedam, M'Krabby of M'Krabby op Twitter. De man uit Maassluis, het zit niet aan de waterweg. Die had als droom, als jongensdroom, wat elke jongen eigenlijk als droom heeft, namelijk profvoetballer willen worden. Maar ja, goed, de flegmatieke buitenspits met overigens prima passeeractie, daar kunnen we rustig stellen. Ja, die kwam niet heel veel verder, hoewel ik wil niet beledigd zijn voor Maassluis. Dan ja, de schitterende Excelsior Maassluis, eh, MSV71 en vergeet niet MVV27 in het rood-wit. Daarop koos hij het tweede wat je kunt doen als je echt iets met voetbal wil worden, namelijk sportjournalist. Hij besloot dat in een soort van wetenschap te vatten, namelijk door echt journalistiek te gaan studeren in Utrecht. Maar ja, diploma kwam er niet, wel een propenduizen en vooral een fantastische stage bij Dagblad Trouw. De redactie was weliswaar klein daar bij Dagblad Trouw, maar... De Krabbendamse daden waren heel groot. Na zijn eerste verhaal over het Enkadammen, je kan er maar over schrijven, mocht hij meteen een fantastisch groot interview doen met een nog veel grotere Jaap Stam bij PSV. Enkele maanden later zat hij thuis te broeden op een verhaal en werd er gebeld en zijn moeder, want ja, een goed journalist woont nog bij zijn moeder, die riep: "Hey, er is telefoon voor je, Voetbal International." En hij riep naar beneden: "Mam, ik heb al een abonnement." "Nee, nee, nee," zei ze. Krabbendam nam de telefoon op. En jawel hoor, daar was de grote, grote legendarische Johan Derks. Die zei: Ik wil met je praten. Kun je maandagochtend bij mij op kantoor komen? Inmiddels is Martijn Krabbenam al bijna 25 jaar in dienst. Als clubwatcher bij Feyenoord. maar ook gewoon als journalist, sportjournalist over voetbal. En dan bij talloze programma's: Langs de Lijn, Radio 1 Vandaag, BVSC, Gijs 2.0, Jan Willem staat op, Kranenborg. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er valt wel. Altijd een krabbedammetje hier in ons archief van beeld en geluid te vinden. En Krabbedam is op TV ook een graag geziene gast. Neem RTV Rijmond, daar is hij altijd wel te vinden. Of bij VI. Samen met de head of opinion, de auteur Michel van Egmond, zetten zij de Dik voor elkaar, Dik met CK overigens, uh, een podcast op. Een programma, een podcast dat volgens hen, hun eigen zeggen een miljoenen publiek trekt. Nou, het is daarom niet voor niets dat Krabbendam met alle eer de titel verdient van international football writer. Wat is je eerste gevoel, als je carrière aan uh, je voorbij nou, Best wel best trekken. wel veel gedaan eigenlijk en best wel lang ook. Je vergis je erin als, als je er middenin zit. Maar bijna 25 jaar, het is wat. Ja, eerste stukje was dan NK en, en en daarna zei die uh, uh, chef van uh, ja, het is toch Zondag PSW Feyenoord. Ik zeg ja, dat klopt. Ja, kan je niet een P.S.V. interviewen? Jaap Stam of zo? Ik zeg ja, dat is goed. En toen moest je gewoon nog naar de Hetgang bellen. Ik zeg ja, Hetgang bellen. Ik kreeg je verkeerminaden waarschijnlijk aan de lijn of zo. Ik zeg ja, ik moet even Jaap Stam spreken. Is die toevallig? Uh, ja, we zijn net klaar met eten. Ik roep hem even. Nou, zo ging dat. En had je hem gewoon ja, aan de telefoon? Oh, ja, ja, met Jaap. Ik zeg ja, met Martijn vertrouwen. Even afspraak maken. Ja, kom maar donderdag of zo. Nou, zo ging dat. Dus ik naar, naar, naar de headgang, Jaap Stam geïnterviewd. En dat stond dan heel groot in, in trouw. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ging bij Trouw ook gewoon, toen ik binnenkwam, dingen nabellen. Weet je wel, ik probeerde nieuws binnen te halen. En toen zeiden ze: van Wat doe je? Nou? We hebben toch ANP? Ik zeg: Ja, maar ik ben het toch? Ik kan toch net zo proberen even wat uh, bij elkaar te bellen. Nou, het hoeft allemaal niet. En uh, ze stuurden me wel overal heen. En ik was volgens mij nog verantwoordelijk voor de eerste, echte, de eerste, een van de weinige voetbalprimeurs van Trouw. Dat was toen Oscar Moens van tien jaar bijtekende bij AZ. Oscar kende ik nog uit mijn sluis. Dus die zei van ja, ik heb binnenkort wel iets voor je. En uh, ik zeg, nou, dat komt goed uit, want ik loop net stage. Ja. En toen belde ik op zondag en zeg, ja, ik ga tien jaar bijtekenen bij, uh, bij AZ. En uh, ik zei, nou waarom dan? Hij een beetje uitgelegd. Ik een stukje getikt. En stond er op maandag in trouwen niet in de andere kranten. Dus uh, ja, dat was allemaal wel grappig. Goeie sier meegemaakt. Goeie raakken... sier, maar ik zou er ook blijven. Ja. En toen kwam dat telefoontje van, uh, van Johan. Ja. En met wat voor gevoel ging je dan zo'n eerste keer naar de hertgang toe? Want ik kan me voorstellen, je moest eigenlijk daar het, het wiel ook een beetje uitvinden. Want dat werd helemaal niet op die manier gedaan nog. Nee, maar het was niet wezenlijk anders dan dat ik naar de Deltasport ging of zo. Het was alleen wat groter natuurlijk. Wat meer mensen, wat meer camera's, ook collega's, journalisten. Die in het begin natuurlijk helemaal niet aankeken. Ik weet nog dat Jeroen Grutter toen ook iets met Jaap Stam wilde. Maar ik had al die afspraak. Dan was hij ook van, ja, maar wie is hij dan? Weet je wel, <laughs> zo ging dat dan gewoon in die tijd. Ja, zo was het. Ik, ik heb me daar eigenlijk nooit... Uh, geïntimideerd doorgevoeld of zo. Maar het was zeker geen warm bad als ik zo hoor? De journalistiek? Ja. Nee man, ik was het, toen ik daar net, uh, toen ik stage liep bij Trouw, kwam die perskamer in. En dan riepen Rob Fleur en, uh, en al die andere gasten, ja uh, die keken je niet eens aan. Maar daar was je niet gevoelig voor? Nee. Ik je me gewoon voorstellen, ik zeg nou ik ben Martijn, loop stage bij Trouw. oh. En dan uh, een paar weken later, als ze je een beetje kennen, ja dan, dan gaat het vanzelf. Ja precies. Dus dat was wel een, uh, echt nog die oude leerschool. En bij, toen ik bij V.I. ging werken, Ging ik me voorstellen aan Ted van Leeuwen. En dan zei ik: Hoi, ik ben Martijn, ik kom hier werken. En die Ted keek me aan, die zei: van, Kon je niks beters vinden? <laughs> en dan ging ik koffie drinken? Ja, zo ging dat gewoon in die tijd. Ja. Dus ja, dan moet je wel tegen bestand zijn, maar dat was ik wel. Nee, want je hebt die, die, die journalistiek hier nu tegen gedaan. Zou je het mensen aanbevelen als zij wat in de sportjournalistiek willen, om dan nu eerst een, uh, naar de hogeschool voor de journalistiek te gaan? Ik zou ze aanbevelen om, om de, de krant te bellen. En zeggen dat je het heel graag wil. En dat je stukjes wil gaan tikken. Want dat is de manier hoe je het leert. Het is, dit is volgens mij niet te leren, een stuk tikken. Ja, ik kan me vergissen, maar je leert het, dat je het moet uitrollen. En je had geloof ik, uh, hoe je het moet indelen. Maar ja, als ik een stuk ga tikken, ga ik gewoon zitten en dan begin ik gewoon te tikken. Dus ik ga niet eerst denken van, oh dat doe ik daar, dat doe ik daar. Dat komt terwijl je bezig bent. Maar goed, dat is dan voor mij. Ja. Misschien dat het bij andere mensen anders is. Want als maar... jij een stukje een stuk maakt, heb je dan een bepaalde structuur die je altijd hanteert? Of, of begin je gewoon en kijk je wat er komt? Het ja, ligt eraan wat voor stuk je tikt. En meestal komt het als je ermee bezig bent of als je net gaat tikken. Of je hebt natuurlijk wel in je hoofd van hé, hey, dat is wel aardig, daar ga ik mee beginnen. En, en de rest rolt zich dan wel vanzelf uit. Het is voor mij dan heel veel gevoel. Meer dan dat het een uh, structuur is of zo. Maar hoe ging dat dan? Want je bent bij Jaap Stam geweest, heb je hem gesproken. Dan nou, weet ik veel, krijg je een half uurtje met hem of, uh, of een kwartiertje. Ja, dan, dan kom al je al terug op de redactie puntje. en dan ga je gewoon achter die computer zitten. En werd je dan niet begeleid of werd er niet gezegd Nee, ik werd niet meer. begeleid, nee. nee. Nee, maar ik had natuurlijk al tig interviews gemaakt uh, met... Uh, de rechtsback van Maasdijk. En ja. met, uh, met iemand van, uh, van VDL. Of noem al die clubs in de, uit de regio maar op. Dus ik wist wel hoe ik een interview moest maken. Maar heb je dat jezelf dan aangeleerd allemaal? Ja, heb ik mezelf aangeleerd. Er is niemand die dan en misschien om... wel door veel interviews te lezen. Ik las natuurlijk VI. Ik had de Telegraaf. Je leest natuurlijk. En onbewust word je misschien daardoor wel... Uh, ja, leer daar wel van of zo. Ik weet het niet. Maar heel zelfstandig, want je moest ja, heel zelfstandig. alles zelf. Je ja, ja. werd daar gedwongen, want ja, anders had je aan het eind van de dag natuurlijk niks. Nee, dat is heel zelfstandig. Ik denk dat dat heeft wel, uh, dat moest je ook in die tijd wel zijn, denk ik. Dat zat ook echt in jouw karakter dan? Je Blijkbaar. En je moest tegen een stootje kunnen. Ja, want later kwam ik bij VI. Dat was natuurlijk niet anders. Of dacht je dat dat, dat we daar dan uh, maandelijkse begeleiding kregen van uh, gaan we er even zitten, we gaan het even doornemen. En uh, nou nee. Nee, Want je zei net al, je kon eigenlijk, je zou eigenlijk bij trouw blijven. Ze dus hadden je al een aanbieding gedaan. Ik een al gedaan al. En toen ging die telefoon? En toen had je opeens zo'n dergelijk. Ja, aan de lijn. Ja. En die zei inderdaad van, uh, ik hoor dat jij zo'n talentje bent, had hij van Mattie dan gehoord. En we zoeken eigenlijk nog een jonge jongen. Dus ik wil eigenlijk wel een beetje in gesprek. Maandag 11 uh, uur op de redactie in Gouda. Ik zie je dan, boom. legde hij de, de telefoon neer. Ja, hij had natuurlijk toen nog niet de status die hij nu heeft. Maar jij kende hem natuurlijk wel als ja, directeur van. Ik kende je. hem wel, ja. Ik las natuurlijk altijd zijn columns en zo. Dus het was wel in de, in de journalistiek in die tijd natuurlijk wel iemand. Ja. ja, en nee zeggen was blijkbaar geen optie, dus ik ben daar gewoon heen gegaan. Naar Gouda. Heb dat uh, gesprek gevoerd, een half uurtje of zo. Ze zeiden, ja is goed, ja, kom jij maar bij ons werken, wat wil jij eigenlijk verdienen? Ik zeg, ja, ik kreeg een stagevergoeding bij, uh, bij Trouw. Ik zeg, ja, ik weet eigenlijk niet. Dan word jij helemaal aangenomen <laughs> <laughs> En zo is dat ook gegaan uiteindelijk. En wat voor gevoel liep je dat kantoor dan binnen bij hem? Nou, ik was niet nerveus, maar ik was, was, was natuurlijk wel, ik wilde natuurlijk over voetbal schrijven. Ja. Ja. En wa, waar kon je dat beter doen dan bij VE? Als je daar namens VI kwam, bij RBC of zo, nou, dan uh, rolden ze net die de rode loper uit. Ja, andere tijd. Geen internet, dus elke aandacht was iets, weet je wel? RBC in de, in de VI. Ja. Nou, geweldig. Dus zij zagen toen nog veel meer als een soort promotie voor de club, om mee te werken aan dingen, dan dat het nu is? Vaak wel. wel en, um, maar je kwam natuurlijk ook wel eens als wat aan de hand was. En daar, dat bedoel ik te zeggen, daar leerde je wel echt um, omgaan met bijvoorbeeld boze mensen. Als je naar uh, Eindhoven ging en daar was gezeikt met de trainer en een speler. en je maakte er een heel stuk van. en de keer, volgende keer kwam je, en die trainer was nog steeds boos op. ja, dan moet je je toch verweren. Dus daar leer je wel zeg maar die basisdingetjes. waar je later echt heel veel aan, uh, aan, aan, aan hebt. tenminste ik. leer je gewoon daar, in de eerste divisie. nieuwtjes bij elkaar krijgen, mensen bellen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Dat je al een uh, conflict had met een coach bijvoorbeeld? Nee, ik heb nog wel. Het uh, was volgens mij vaker gezegd dat ik Frits Koorbach belde. Ik kreeg de graafschap in een pakketje, ik kreeg een pakketje clubs en uh, die moest je dan op maandag nabellen voor het nieuws. Ik bel Frits, die ken ik natuurlijk ook alleen maar van tv, ik zeg hé hey Frits, Martijn van VI hallo jongen. Ik zeg, uh, speelt er nog wat bij jullie? Uh, Blessures of wat ook? Uh, nee, nee, ja, het gaat allemaal wel aardig, alleen die wedstrijd wordt natuurlijk uh, verplaatst, gewelke wedstrijd. Ja, van het weekend. Ik zeg, uh, maar uh, wat is er aan de hand dan? Ja, kermis in de stad. Ik zeg, dat ben je niet. En toen ging hij helemaal tekeer en die, 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 we hebben hier een burgemeester, jongen, die, die kan wat mij betreft naar de Hoeren fietsen. Tikken, 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 tikken. <laughs> Koorbach, dubbele punt, burgemeester kan naar de Hoeren fietsen. En een heel stuk ingeleverd. Toen zei Johan: van, uh, Kom eens, We heb je Frits gebeld? Ik zeg: Ja, na het eten half zeven of zo. Ah, doe maar weg. Wist hij dat Frits een klein drankje had genomen en dan nam hij hem toch een beetje in bescherming. Hmm. Dus toen dacht ik: van, Oh ja, oké, okay. dus het is uh, zo wel, ook wel zo'n wereld, weet je. Dat je wel weet dat als er met mensen iets aan de hand is, dat je dan misschien. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje verzuimen van je journalistieke plicht dan. Ja, nou ja, uh, hij wilde blijkbaar niet dat ik profiteerde van iemand die een paar borrels op had. En die misschien niet meer wist wat hij wat zei. En ging je daar dan ook nog over in discussie? Of was dat uh, niet nee. zeg maar? Ik had wel één keer een discussie met hem, dat was over AZ. Um, had ik een heel stuk gemaakt van AZ. En die zaak met Oscar en Moens en zo, weet je wel, wat helemaal fout was gegaan met gaan En waar AZ er eigenlijk niet zo goed uitkwam. En dat stuk wilde hij niet meenemen. Dus had ik gevraagd, maar, maar Johan, dit is toch een goed journalistiek verhaal? En toen zei hij later wel, ja, maar Schering gaat bij ons een hele grote adverteerder. En ja, dat kost echt tonnen als hij als, als zich terugtrekt. Had hij had, had dan mee gedreigd, hoorde ik achteraf. Hij zei, ja, ik ben er niet trots op, maar ik moet wel gewoon hier uh, 60, 70 man aan, uh, aan, aan, aan het werk houden terwijl Johan ook al kon zeggen van die gasten van Gillette die steken die scheermesjes maar in een hol, zeg maar. Dat is weer de andere kant. Dus ja, het is maar net, dat begreep ik ook nooit zo heel goed. Hm. Was Feyenoord altijd al een bijzondere club voor je, ook in die eerste periode? Nou, niet speciaal. ik, uh, die, kijk, ik kreeg een NSP-kaart. Die had ik eigenlijk bij trouw al. Ik, zonder foto, maar wel een officiële NSP-kaart. Dus wat deed ik? Ik ging naar Feyenoord, dat kon nog. Ik ging naar Sparta met die NSP-kaart, ook als ik niet hoefde te werken. Dan denk ik, zo, dat is lekker. Dan kon ik al die wedstrijden gewoon, uh, gewoon kijken. Dus ik kwam wel al bij Feyenoord en, um, maar niet professioneel, want dat kwam pas, uh, pas later. En ik had Feyenoord, ja, heb je vanaf de buitenkant het idee van grote club. Maar ja, je leert die club pas echt kennen als je natuurlijk gaat werken. Maar ja. het was niet zo dat ik supporter was of zo, dat niet. Ja, Michel heeft natuurlijk bij Feyenoord media gezeten en die zei dat er eigenlijk dat het er meteen opviel dat er enorm werd neergekeken op journalisten en iedereen van de media. Heb je dat zo heel ervaren daar? Nou, ik weet wel hoe die voetballers zijn. Dus te doen, je gaat ze interviewen en, en dan gaat het allemaal prima en dan ga je weg en dan lopen ze in de kleedkamer en zeggen oh, die lul van wie zat er weer, weet je wel. Ja, dat deed ik zelf ook. Ja. Dus je weet ongeveer je weet hoe dat gaat, maar neergekeken Te later vonden je het natuurlijk wel een lul als je een negatief stuk of een negatief een kritisch stuk schreef. Dat, dat vonden ze natuurlijk niet leuk. Daar dat ben je, je niet gevoelig, dat gevoelig voor leuk. volgens mij. Als ik nee, daar ben ik niet gevoelig hoor. voor. Dus als je... Uh... Ik ben sowieso redelijk gevoelloos voor dat soort, uh, dat soort zaken. Hmm. Of mensen mij een lul vinden of, 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 of weet ik, nou, als ik op tv ben geweest. Ik heb wat je over Fijnoord gezegd. Ja, dan ga ik je, als je dan die voorraads voorraad leest, ja, ik doe het wel eens om te lachen. Ja, mijn zusje leest het wel en zegt: Oh, wat ze nou allemaal over je schrijven. Ik zeg: Lach, nou, ga je maar Hoe komt het dan? Je daar niet gevoelig voor bent? Ja, dat is denk ik gewoon een karaktertrek. Ik, ik weet het niet hoe dat, hoe dat komt. Ik heb nooit iets aangetrokken wat mensen van me vinden of zo. Ik heb nooit geprobeerd om aardig gevonden te worden. Het is denk ik wel een handig eigenschap in deze, deze wereld. En ik kan me voorstellen dat de ene week er meer nieuws is dan de andere week bij zo'n club. Wat werd er van jou verwacht vanuit VI? Toen? Dat is ook helemaal veranderd. Hè? Ja, toen werd er gewoon verwacht dat je elke week een verhaal over Feyenoord maakte. Dus punt. Dat was het. En weet je er de nerveus van in het begin dat je een soort van deadline had? Die je denkt, ik moet nu iets hebben, ik weet nog niet wat mijn insteek gaat worden. Nee, want die had ik altijd wel. Kijk, dat is ook een van de lessen die ik echt wel geleerd heb vroeger. Je moest altijd zorgen dat je iets had. Als je naar Johan ging op, op maandag, moest je gewoon een verhaal hebben. Anders ging hij het voor je verzinnen. Nou, dat wilde je niet. Dus je moest gewoon zorgen, dan kon je zelf. En als het goed was, zei die prima. Dus je kon je eigen verhalen verzinnen. Dus je kon iets wat je zelf leuk vond, kon je gewoon aandragen. En 9 van de 10 keer zei die prima. Want wat is het grootste verschil tussen toen en nu, zeg maar? Dat je elke dag wordt verwacht dat je iets levert of iets maakt. En dat je niet meer hoeft te wachten tot, uh, tot woensdag met een nieuwtje of een verhaaltje of iets anders. Ik kan me niet meer herinneren eigenlijk, terwijl het niet zo heel lang geleden is, dat ik gewoon twee verhaaltjes in de week tikte. Vier pagina's en misschien nog een rubriekje erbij of zo, en that's it. Nou, ja, voelt bijna een beetje lui als je er nu over nadenkt. Bijna he? wel ja. Maar dat is nog echt zo. Als je gewoon volledig salaris kreeg voor, voor, voor één verhaal bij, en een ja. rubriekje. Maar dat dynamische, met plus social media er nog bij, et cetera. Ja, dat, ik vind het wel leuk. Dus eigenlijk is je werk leuker geworden de jaren. Ik vind het wel leuker geworden, ja. Ik weet niet of het makkelijker is geworden, maar het is wel leuker geworden. Als je nu zeg maar, zou beginnen, zou je dan weer op kunnen bouwen wat je nu hebt opgebouwd, zeg maar? Of is dat niet meer mogelijk in deze tijd? Een stuk moeilijker, denk ik. Dat is wel een stuk moeilijker, maar het is niet onmogelijk. En ik denk wel, als je echt ergens iets van wil weten, moet je wel de mensen spreken. Dat is mijn mening. Maar dus eigenlijk is je netwerk daarin heel belangrijk, dat je die mensen al kent? Netwerk zegt... is voor het allerbelangrijkste voor mij betreft, wat mij betreft dan. Hè? Dus agenten, trainers, ex-trainers, oudspelers. Ja, je moet mensen kunnen bellen om, om tot dingen te komen. Is mijn mening. En dan zijn en dat ze wel altijd verschil. bereid om mee te werken ook voor... Vaak wel, omdat ze je kennen. En dat is wel een beetje het verschil met nu. Veel jongens zitten natuurlijk online, on, online of uh, op Ja, en die uh, spreken natuurlijk niet heel veel mensen. En ja, ik, toen ik bureauredacteur was, ging ik gewoon bellen. En ik denk dat dat wel een verschil is, dat, dat er tegenwoordig steeds minder gebeld wordt of zo. Dus je zou ook eigenlijk helemaal niet zo heel makkelijk nu naar een andere club kunnen gaan om die te volgen? Zeg maar. Jawel, omdat ik natuurlijk wel een netwerk heb. Ja. Dus ik ken mensen bij Ajax, ik ken mensen bij PSV. Daar zit ik er natuurlijk niet zo diep in als bij Feyenoord. Maar dat duurt dan een half jaartje of zo. En dan ben je toch ook wel weer redelijk up-to-date. Zou ook je ervoor staan als ze nou zouden bellen en zouden zeggen: Wil je vanaf volgend jaar Ajax doen bijvoorbeeld? Dat is een gewetensvraag. Ik moet er niet aan denken om elke twee weken naar die arena te. Dat heeft niks met Ajax te maken, maar meer het werken, de werkomgeving. Kijk, Ajax is een super professionele club. Als ik het wel eens van Freek Jansen overnam. en je had een afspraak met een speler. Nou, alles top geregeld, die jongen was aanwezig fotograaf kon een, uh, kon een uh, fotootje maken. Je kreeg de tijd, je kreeg koffie. Niks op aan te merken. Echt super professioneel. Alleen om elke week in die arena naar die wedstrijden te zitten te kijken... die je vaak wint en zo. Ja, het, het spannende is er wel een beetje af, toch? Hm. Maar je hebt niet na al die jaren Feyenoord dat je denkt... van, nou, nou heb ik het wel een beetje gezien. Ik wil wel een keer ergens anders kijken. Dat zou zo zijn als uh, bij Feyenoord alles hetzelfde blijft. Snap je? Als het uh, zes jaar advocaat, zes jaar dezelfde spelersgroep. Ja. Op een gegeven moment was dat punt wel een beetje bereikt... onder Vergeel toen en voor Bronckhorst. Dat was heel lang hetzelfde, en hetzelfde, en hetzelfde. Maar ja, toen werden ze kampioen. En toen ging het weer mis. En toen gebeurde er weer van alles. En dan, uh, ja. Je hebt een periode gehad dat je bij Feyenoord even wat minder welkom was. Ja, dat klopt, ja. En... Nou, ik was wel welkom, alleen die, die spelers wilden niet meer praten. <laughs> en dan moet je of een beetje à la Michel gaan werken en dat alleen nog maar beschrijven. Was dat een lastige periode voor jou? Uh, nee, eigenlijk niet. Want ik deed daarvoor eigenlijk al geen interviews. Dus het was wel een lastige periode in die zin ik dat ik het een beetje onderschat heb welke impact het had. Ik kreeg een, de redactie kreeg een brief van Feyenoord om het door teken te gullen van, uh, ja Martijn, nou dit heb dit en dit en dit en dit, dit gedaan. Ja, dan kon je weer leggen dat het totale onzin was. En daarna nog een brief van, ja de spelers willen niet met hem praten. Ik was op trainingskamp toen in Oostenrijk en ik liep het Spelershotel binnen. Fabronco zou een persconferentie geven en een speler zou je kunnen aanvragen. En toen kwam Raymond Salomon naar me toe, met overslaande stem. Heb je de brief niet gelezen? Ik zeg, ik ben toch hier? Ik heb, hoe kan ik een brief nou lezen? En de spelers willen niet meer met je praten. Ik zeg, hoe is dat zo? Ja, ik zeg, nou, roep ze maar dan. Nee, dat kan niet, and and en dit en dat. En nou, toen ben ik maar weggegaan. Heb ik ook niet op de spits, laten, spits uh, gedreven. Dus uh, ik heb een paar spelers appen van, wat is dat nou? Ja, nee, het zit totaal anders, weet je wel, zeiden die spelers. Ik denk, oké, okay, nou ja, prima. Ik heb daar gewoon een reportage van de trainingskamp gemaakt. En, uh, en toen belde er iemand van. Uh, ik weet niet meer hoe dat nou precies ging. Ik zei tegen iemand van. Uh, ja, ik heb een boycott of zo, ik mag niet bij Feyenoord komen. Maar die had er een klein online stukje van, uh, van getikt. En daar, ik denk een uur later, weet ik ik vloog terug vanuit Basel naar, naar Nederland. Nee, vanuit uh, dat trainingskamp naar Nederland of zo. En ik kwam terug. En ik stond helemaal voor vol Volkskrant, NSC, et Ik denk: wat is er nou aan de hand? Ja, een boycott, een boycott. Ja, zij dachten natuurlijk meteen aan een uh, noord koreaans regime of zo, weet je wel. Persboycot. persboycott, nou dat gaat, dat gaat er wel in daar natuurlijk. Hm. Dus uh, ja, maar zo, zo voelde ik dat zelf helemaal niet. Het voelde voor mij gewoon als een beetje een conflict met Feyenoord. En ik wist ook wel dat na een half jaar het heus wel weer anders zou zijn. Maar ik heb de impact daarvan wel een beetje onderschat, hoe de andere mensen ernaar keken. Maar je kon het op dat moment ook al meteen een beetje zo duiden dat je denkt van nou, ja, dit is wel weer. Daar al, in de, tijdens het de trainingskamp al. Jong, ik ben toen uh, ging Boetius, die ging naar uh, waar ging die naartoe? Welke Ja, daar ben Ik ben gewoon meegevlogen. Klaasje ging naar Southampton. ik ben ik gewoon meegevlogen. Dus ja, dat was ook een beetje de kritiek, toch? Dat ze zeiden van de spelers willen niet meer. Ja, maar en je dat weet, dat al die spelers die weggingen. Zeker, maar mijn, mijn, mijn voordeel voor, was natuurlijk wel weer dat ik die spelers wel een beetje kende. Dus ik wist ook wel een beetje hoe de vlaggen voorhing. Ik wist wie de achter zaten, Ik wist wat de bedoeling was. Dus dan kon ik me er ook niet zo heel erg druk om maken. Ik denk van uh, nou ja, jongens, dan uh, part of the job. Het was niet leuk, maar ja, ik kon er, ik kon er wel mee, uh, mee dealen, zeg maar. als je nu een soort reconstructie doet, wat is daar dan eigenlijk precies gebeurd? Nou, te kritisch geweest op de toenmalige technisch directeur, die af en toe helemaal knettergek van me werd. En die heeft blijkbaar mensen in, in die omgeving zo gek gekregen, dat ze, dat ze daarin mee zijn gegaan. Dus dat was echt allemaal van geel, zeg maar? Uh, min of meer wel, ja. En, ik heb, en ja, wat ze dan voor mijn voeten wierpen, dat waren zaken als... Uh, ik had een verhaal met, uh, hoe heet die oude spits, die Kazim Richard niet laten lezen. Of uh, een verandering niet doorgevoerd. Ja, dat doet de eindredactie. Weet je? Hm. En slip, slip, altijd er sluipt altijd wel eens een foutje in. Maar hoe Dirk. gaat het dan, denk je? Denk je dan dat Martin Vergeel uh, Dirk Kuiten en jasje trekt en zegt. Die Martijn Kramer dan? Nou, ben je ja, ja, ja. Toen, uh, toen op de trainingskamp op het vliegveld zag ik het al. Waar ze heel de hele tijd samen. Toen dacht ik van. Nou ja. Die praten natuurlijk over van alles. En tijdens dat trainingskamp kwam ineens die boycott zo op tafel. Ja. Hoe, hoe moet hij het anders weten? Nou, wat zei ze bij bij dan erover? Nou, dat. Moet ik zeggen, dat toen was Tom van Hulsen hoofdredacteur. Die heeft altijd 100% achter me gestaan. En zo was met Johan ook. En ik denk dat ik dit ook weer heb kunnen relativeren... door wat ik allemaal van Johan heb geleerd. Die stond altijd 100% achter zijn verslaggevers, wat er ook gebeurde. Kijk, in het begin, als je het bonje hebt met een club... ben je misschien nog wel een beetje zenuwachtig. Ik weet nog wel dat ik bij Van Persie was geweest, bij Arsenal. En dat was een prima interview. Robin, altijd goede teksten, weet je. Altijd goed over voetbal praten. Maar had dan ook die... die dat, dat ongeluk veroorzaakte op de M5. En daar had hij ook wat dingen over gezegd. Dat is een gordel, niet om had of zo. En ik had er een kadertje van gemaakt. En ik had heel dat verhaal naar Arsenal gestuurd. Niks gehoord. Dus uh, heb je wat van Arsenal gehoord? Ik zei, nee, niks gehoord. Zal wel goed zijn. Dus die VI was gedrukt. Dan belde Arsenal: Hi Martin. Uh, can you stop that copy from running? Ik zeg: Nou, dat is een beetje moeilijk. Want er ligt morgen in de, in, de, in de winkel. Oh, big problems. En uh, advocaten, dit. En ik zou nooit meer bij Arsenal komen. En. Uh, uh, allemaal problemen. Dus ik, ja, ik naar nou, daar naar Johan toe. ik weet niet goed, ik kom die kamer binnen. dan zeg: ik, Ja, wat is het er met die siga? Ik zeg: ja, nou ja, die Arsenal belt net uh, grote problemen. En ik mag nooit met de Arsenal en dit en dat. Zegt hij, nou, dan gaan we toch nooit met de Arsenal? Was toch een prima verhaal? Nou ja, opgelucht. Ja, het, het is, ja daar leer je wel van. Maar dan en, ga je wel met uh, een beetje zenuwachtig gevoel. Toen, toen wel. Ja. Toen dacht ik van Jezus, wat, wat, wat halen we nou op ons hoofd? Advocaten en zo. Nou, ja, het voorkomen schijt dan, zeiden die ook gewoon letterlijk. Gaan we toch niet naar Arsenal? Uiteindelijk, en dat is ook de voetballerij. Je kan een bonje hebben met iedereen. Het lost zich uiteindelijk toch altijd wel weer op. Maar het komt ook denk ik wel goed met jij het dan redelijk goed kunt relativeren. Zeg maar. Ja, maar je moet het ook relativeren. En je zei, ik heb heel veel dingen van Johan geleerd. Alles. En wat voor soort dingen zijn dat dan? Hoe het werkt in de voetballerij. Heel simpel. Ja, dat is het. Dat heb ik allemaal van Johan geleerd. En hoe werkt het dan in de voetballerij? Dat je jezelf moet zijn en dat je gewoon moet schrijven wat je ziet en hoort. Want die zei ook, hij was eigenlijk niet zo heel erg betrokken, in de zin van, je kwam bij hem en zei ik ga dit doen, zei hij nou is goed, of hij zei van, uh, ja maar als je hij niks had, had dan, dan... Hij had, had het apart. altijd wel door, weet je, als hij iets minder scherp was of zo, nou, dan moest je komen. Ja. Als het goed ging hoorde je niks, als het even wat minder ging, in zijn ogen dan, dan moest je komen. Nou, dat was meteen de overtreffende trap, hè. Uh, wat jij bevet doet... van onvermogen. Is, totaal van onvermogen, je wordt aan alle kanten ingehaald, uh, uh, je moet echt oppassen, want anders uh, ja, dan zei je van. Uh, de eerste keer ga je natuurlijk ook bibberend het kamertje ja. uit, maar de vierde keer denk je: Ja, nee, Johan, uh, ik zal scherper zijn hoor. No worries of zo, weet je. Ja. Maar dan ging je er terug in de auto over nadenken. En dacht je van: We uh, nou, hebben die Riedel weer gehad, maar uh, misschien heb je toch wel gelijk. Misschien was het ook wel minder scherp, weet je wel, die afgelopen periode. En dan ging je toch weer wat scherper er tegenaan. Wat is het lastigste aan die wereld van de voetballerij? Uh, ja, de belangen die natuurlijk, die botsen natuurlijk altijd. Mijn belang is niet het belang van de club. Dat is wel eens lastig. Omdat je mensen natuurlijk ook leert kennen en het soms echt wel vervelend is om een stukje over iemand te schrijven, een vervelend stukje over iemand te schrijven. Ik toen Gert-Jan van Beek trainer van Feyenoord was, ja, ik heb nooit meegemaakt dat in de voorbereiding al spelers naar me toe kwamen en zeiden van nou, we hebben er nou een. die is helemaal gek. <laughs> en ik dus een foto zien dat hij in van die kabels hing en zo, met zo'n helm op. Dat, uh, Gerard mij in de container onze uh, prolaria bij elkaar moest zien te vinden. Dat het museumtje was ook afgebroken, dat soort dingen. Je hoorde de meest gekke dingen. Maar die van Beek, daar kon je wel prima mee werken. Dus ja. als hij met hem zat, gaf hij een normaal antwoord, goed antwoord. Hij was altijd bereikbaar. En toen Feyenoord uh, geloof ik 14 stond, gaf hij ook gewoon een interview aan mij. Maar ja, ik wist ook wel, zo gaat het niet langer goed. Ja. Dus toen, op de trainingskamp in Turkije is het toen helemaal uh, geëscaleerd. En ik heb dat toen opgeschreven, dat... Uh, ja, dus dat Verbeek die strijd meer, niet meer kon winnen, dat de kwestie van tijd was voordat hij weg zou gaan. Nou, kwam woensdag in het blad. En donderdag was hij uit, weg. Ja. Ja, nou ja. Dus dan heb je wel goed je journalistieke werk gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor Verbeek heel, heel vervelend was. Maar heb je dan het gevoel dat je daar ook een uh, invloed hebt gehad? Of dat je eraan bijgedragen hebt? Of had het niet uitgemaakt? Is nee, dat had niet uitgemaakt. Nee, want die spelers waren zo klaar met hem. Dat had echt niet uitgemaakt. Maar ik had wel mijn werk goed gedaan. Alleen ja, voor die jongen, of voor Verbeek, was dat wel, uh, wel vervelend. Dat is ook dus die distantie houden en dat je die mensen niet op een gegeven moment ook als vrienden gaat beschouwen omdat je zo, zoveel met ze werkt. Dat is een van de belangrijkste dingen die je moet doen eigenlijk. Ja, ja dat denk ik ja. Ik heb geen, geen vrienden. Ik had een vriend ooit, dat was dan Pelle. In die zin, we hebben, gingen dat boek maken met z'n tweeën. Ja, dat was natuurlijk een maand lang feest, lunchen en totale gekkigheid, want hij is ook helemaal gek op een leuke manier. En uh, ja, ik zag hem vaker dan, dan mijn eigen vriendin, Pelle. Dus Pelle was wel mijn vriend en dan die hij weer en dan gingen we weer daarheen en daarheen en daarheen. En toen schopte hij met Twente uit, hield de koud een in elkaar. Weet je dat nog? Dat die, uh... ja. En toen kreeg hij straf van Koeman. Die die, maar hij mocht een week niet komen of zo. Hij ja. moest maar zien wat hij ging doen. <laughs> en toen ging hij naar uh, Marrakesh of zo. <laughs> wel in, en dan ja. ging hij als wat foto's sturen. Dus dus ik genoten, had, ja. En ik had een stukje geschreven toen van. Uh, uh, Koeman strafpellen met vakantie of zo. Ja. En toen kwam hij weer terug, zat hij in de kuip. En had ik hem een bericht gestuurd. Ik zeg zo: Je hebt ook een bruine kop. Nou, boos was de jongen. Hij wilde me nooit meer zien en uh, ik was geen vriend. En hoe kon ik dat nou doen? Ik zeg maar, ik ben je vriend niet. Ik moet toch een stukje tikken. Je bent toch weg in Marrakesh geweest, of niet? Ja, hoe ik dat allemaal kon doen, schandalig. Nou ja, op een gegeven moment ging hij dan naar Southampton. tijdje niet gezien. EK in uh, Frankrijk, sta ik in een mix naar uh, was het? Zweden, Italië. En Pelle komt aan. Ik zag hem al zo kijken. Zo, en ik zeg, blijf gewoon staan. Ik zeg tegen Mikkel, hij komt hoor, die lange. Ja, daar kwam hij. En, Kussen en een omhelzing. Ik zeg, je was toch boos op je, you know me? Ja, dat vond ik, dat vond ik wel grappig. En zo is het ook gewoon. Je vecht met elkaar de tent uit, bij wijze van spreken, en je denkt er allebei over na. En een jaar later moet het toch ook over zijn. Je komt er niet rancuneus bij. Van. Ja. Ik heb elf afmakertjes voor je. Als ik elf stel een vraag, dan kan jij een kort antwoord geven. En dan kan je daarna even te nog nuanceren, mocht je ja, dat ja, oké. Okay. Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub. Ik heb geen favoriete voetbalclub. In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me grote zorgen over. Um, dat het wel steeds meer gesloten wordt. Ik ben altijd bang geweest voor. Ja, dat uh, mijn dochter iets overkomt of uh, mijn, mijn familie. Mijn grootste professionele blunder is. Um, dat is niet echt een blunder in die zin dat ik iets verkeerd heb geschreven. maar ik had een exclusive, een world-exclusive interview met, uh, met Dani bij Ajax. En helemaal geregeld en zo. En Dali zat klaar. En mijn auto moest naar de garage. Dus ik moest even een autootje van WI meenemen. Dus ik naar Gauw daar even een autootje opgepikt. En ik reed in een diesel, golf diesel. En ik moest tanken. En tank, ik gooi die tank vol met diesel. Maar dat was een benzinemotor. Dus ik heb drie meter gereden nog. En bij Dani ben ik nooit meer aangekomen. Dus dat was wel een, in die zin een blunder. Uh, ja, Johan kon er ook wel uiteindelijk wel aan lachen. Maar dat was op dat moment denk je: oh, kut. Weet je wel van, daar gaat het in rook op door mijn eigen domme fout. Mijn grootste ruzie op het werk was met? Met Feyenoord. Mijn mooiste journalistieke prestatie is? Ik denk toch dat weekje Feyenoord met, met uh, Verbeek toen. Dat ik het uh, blijkbaar zo goed had ingeschat allemaal. En er zo dicht op zat en zoveel mensen had gesproken. Dat wat ik schreef uiteindelijk uitkwam. Ja, en dat met Henk de Kaat was natuurlijk gewoon een avontuur op zichzelf. Met dat met Verbreukelen en zo. Dat was, uh, dat was gewoon op het, er op het juiste moment zijn. En dat is gelukt, maar ik was er wel. Snap je? Dus, dus van allebei een beetje. Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was. Ik heb geen ongemakkelijke moment toch op mijn carrière. De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is: jezelf blijven. Als ik één journalistiek talent aan mag wijzen, is dat. Ja, maar dat vind ik dus moeilijk. Want ik zie weinig jonge jongens in het, in het veld waar ik me dan begeef. Hè? Ik bedoel, we zat jonge jongens die op hun manier hartstikke goed werk doen bij, bij VI. Maar het is vanaf de redactie of vanaf het bureau. En dat is toch anders dan dat je in het, in het veld bent. Dus. En dit zou de kers op mijn journalistieke taart zijn? Ik heb... Um, ja, dat klinkt zo blessé. Eka's, weka's uh, ben ik geweest en zo. Ik vind het nog steeds leuk. Dus dit werk zo lang mogelijk doen. Dat zou wel de kers op mijn uh, op uh, taart zijn dan, als je het zo wil noemen. Ik ben je dus geen fan van Feyenoord? Nee, maar dat is iets anders. Dat je geen gevoel voor zo'n club krijgt als je er heel lang rondloopt. Ja, van de buitenkant uh, ik denk ik dat we een grote club dan stap je erin. Dan zie je dat het eigenlijk maar een kleine club is, met een kleine, kleine groep mensen. Maar dat die natuurlijk wel onder ongelooflijke druk staan en dat ik daar ook mede verantwoordelijk voor ben. Dus als ze dan kampioen worden, dan geur je het ze diep in het hart ook wel weer. Dan denk je, nou hebben ze toch, uh, toch, toch succes ook een keer. Weet je wel, in plaats van al die shit die ze over zich, over zich heen hebben gekregen. Maar dat verandert niet, dat als er weer shit is, dat, dat ik dat dan weer gewoon weer opschrijf. Ja, precies. Maar je hebt niet dat je, omdat je er zo vaak geweest bent, dat je op een gegeven moment een soort enorm clubhart ontwikkelt. Nee, dan? maar ik begrijp ook niet dat. Uh, maar dat is ook weer mijn tekortkoming. Dat die clubliefde snap ik sowieso niet van mm. uh, van, uh, van mensen. Dat mensen helemaal gek en fan van de club kunnen zijn. Nee, want dat is eigenlijk. Uh, Joep Schreuder zei dat ook van dat hij dan zegt zo enorm kan kan storen dat er dan Nederlands journalist staan te juichen op de tribune bij Ajax. Ja, dat vind ik ook. Maar dan als Nederland scoort, Nederland zelf dan scoort, ja, dan noteer je dat. Maar Dan ga je toch niet staan juichen. Ja, maar dat is misschien mijn uh, zo kijk ik er dan naar. En heb je zwak voor bepaalde spelers? Ja, voor Pelle. Nog steeds? Voor Pelle heb je nog steeds een zwak. Voor Kidetti had ik ook een zwak. Voor John Kidetti. Ook een wereldgozer. Maar eigenlijk een beetje van die bravoermannetjes? Ja, maar omdat ze ook gewoon die grote bek waar maakten. En ze zorgden gewoon voor levende brouwerij. Van een beetje sfeer. Kidetti kwam en het lag helemaal op apengapen. En een jaar later werden ze het tweede. En dat is echt voor 70% ook zijn werk geweest. Hm. En ja, was gewoon altijd lachen met die gasten. Want wat voor club is Feyenoord, als je dat moet typeren? De grootste amateurclub van Nederland, in de goede zin van het woord. En waar uitzicht zich dat dan in? Toch wel bereikbaarheid. De mensen die de, 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 zich verzamelen voor zo'n wedstrijd bij de amateurs of Varkenoord, Wat gaan drinken met z'n allen. Naar het stadion gaan. Maar ook dat ik gewoon iemand van de Raad van Commissarissen kan bellen als ik dat wil. Nou, dat kon ik bij uh, Naaldwijk ook. Of hmm. uh, waar dan ook. En dat is ook wel typisch Feyenoord. Wordt het over angst ook even? Uh, heb je al te maken met intimidatie? Of dan hele boze Feyenoord fans die... Uh... Online. Online wel. Wat voor dingen zijn het dan? Ja, niet dat ze me dood wensen. Ja, ook wel, maar... Uh... Ja, weet je, dat zijn jongens van 14, 15. Die ze even moeten afreageren en zo. Ja, daar kan, uh, kan ik wel hebben. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik heb nooit echt doodsbedreiging of zo uh, gehad. Hmm. Of zo, nee. En bovendien, veel van die gasten van die harde kern van Feyenoord ken ik ook gewoon. Die kunnen jou wel waarderen? Nou ja, als je gewoon wel normaal je werk doet, kunnen ze dat wel waarderen, ja. Sterker nog, die zijn soms veel kritischer op de club dan ik nog ben. Dat snap ik ook wel, als je ergens van houdt, ben je natuurlijk heel kritisch erop. Ja. En is het vervelend als iemand als een buitenstaander die kritiek ook heeft? Alleen ja, ik loop er nou zo lang rond dat het, uh, ja, het blijft, als je supporter bent, nogmaals, dat kan ik me niet goed indenken, dat het zo wild van zo'n club ben, is natuurlijk vervelend als er iets vervelends over wordt gezegd, behalve als je het zelf doet, dan mag het wel. Ja, de laatste tijd krijg je natuurlijk wel een beetje het gevoel dat de angst ook regeert bij Feyenoord, ook in de beslissingen, mensen die vertrekken, uh, het nieuwe stadion. Ja. Is dat ook iets wat je voelt rond, rond die club? Ja, natuurlijk, dat voel je wel. Als die beleidsbepalers met de panicbutton rondlopen, is het natuurlijk niet helemaal hoe het zou moeten gaan, hè? Dus ja, dat is zeker zo. Wat is het grootste handicap voor de club? Al die stromingen, denk ik. Dus iedereen andere ideeën heeft over welke kant het op moet? En dat ja, het het ze allemaal mening hebben. Je hebt de, je hebt de, de, de directie, de, de raad van commissarissen, de vrienden van Feyenoord, Stico, uh, aandeelhouders, uh, supporters. Dus het is zo'n brede stroom, is groep stromingen die allemaal een invloed hebben op, uh, op Feyenoord. Dat het aan de ene kant geweldig is, omdat er altijd wat gebeurt, maar het zorgt dan niet bepaald voor, uh, voor stabiliteit. Hm. En dat is lastig voor Feyenoord om. Kijk, nu gaat het goed met slot. En dat helpt wel mee, dat het sportief goed gaat. Dan hoor je ook veel minder dat gezeik op, uh, op de achtergrond. Ja, en wat zou er nodig zijn dan om echt die volgende stap te kunnen zetten? En, en gewoon weer... Al, uh, 100 miljoen of zo. Ja, is dat is het echt geld? Nou, het zou wel helpen. Kijk, ze ontwikkelen natuurlijk wel door, ook de spelers uit, uh, uit de jeugd. Uh, er staat nu waarde op het veld. Ze werken nu zoals ze zouden moeten bij een, bij een topclub. Maar externe spelers erbij halen. Net even dat extra kwaliteit, wat Ajax wel deed met Blind, talits et cetera. Ja, dat kan fijn ook niet. Ja. Dus dan blijft de achterstand groot en duurt het heel lang voordat je aanpikt bij, bij zo'n club als, als Ajax. Of zelfs PSV. Wat is het leukste aan jouw werk? De vrijheid. Het van niets-iets maken. Uh, en toch weer de, 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 de kick iedere keer. Van naar de wedstrijd gaan. Ik kan me voorstellen dat de Dik voor elkaar podcast ook een van de dingen is die erbij is gekomen. Waarvan je zegt dat is wel echt een soort kerst op de taart. Dat is het uh, uitje van de week, Krijg je daar veel reacties op? Best wel veel, ja. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht toen we eraan begonnen. Een keer gewoon de opdracht, jongens, maak een podcast over Feyenoord, Want Ajax was een groot succes, Freek deed dat al. Ik met... moest alleen iemand hebben met wie ik het ging doen. Dus eerst hebben we besluiten geprobeerd, die wilden niet. En toen zei Freek, ja, wie nu? Dacht ik, hé, hey, ik kom Michelle wel bellen. En toen zei Michel van, nou, hij is toch gezellig. We gaan zitten en als er niks is, kappen we het toch gewoon weer mee. Dus we gingen een proefaflevering maken. Maar ik had hem tijd niet gezien. Dus we zitten zo'n beetje te babbelen uurtje. En toen uh, ja die proefaflevering met heel slecht geluid, is gewoon gelijk online gehoord ook. En zo zijn we eigenlijk vanaf die dag verder gegaan. Elke uh, week, uurtje, anderhalf uur, soms langer. En zo'n podcast is natuurlijk totaal een andere sfeer. En dan hoor je heel vaak wat mensen zeggen: ik vond je eigenlijk een ongelofelijke lul, maar wat blijkbaar toch wel mee. We nou, hebben de sfeer in het land gepeld. Je voelt het wel ook, natuurlijk. Ook, ik hoopte dat het item eruit was. Maar, nee. uh, hey, helaas waar heb je dat gedaan? Nou, we zijn begonnen in Utrecht. Uiteindelijk zijn we geëindigd voor de Fanshop van Feyenoord in Rotterdam. Ja, daar moet je wel heen natuurlijk. <laughs> ja. Weet je wie dit is? God, die heeft... Dat is oud trainer geweest van... ...Ado volgens mij. Ja, dat is... Uh... Brr, heet hij Mossou met zijn achternaam volgens mij. Is dat Theo Jansen? Uh, Valentijn uh, Driessen. Ja, dat is uh, Krabberdam. Ja, ja Krabberdam. Ja. bekant met de bof. Ja, dat is uh, Martijn Krabberdam. Echt? Huh? Dan is hij flink afgevallen. Ja, ik heb de naam wel eens voorbij horen komen. En zie hem ook wel op de FR-dingen voorbij komen. Het is een verslaggever van iets. Raymond, denk ik, of niet? Oh ja, dat is die van Verunkeijen, zei toch? Ja, ik herken zijn kop er al van. Hij was uh, volgens mij een voorstander van Feyenoord City. Eigenlijk ook altijd een goede uh, verhalen. Ik vind. vind Het uh, doet me wel een beetje denken aan. Uh, aan die uh, journalist van de Telegraaf, heet, uh, die ook altijd een Feyenoord heeft, en Driessen. Af en toe lekker negatief, maar uh, ja, goeie gozer. Wat is het eerste waar jij aan moet denken? Uh, dat hij op Carlo Arcelotti lijkt, als je goed kijkt. Hij komt altijd met een beetje feitjes over Feyenoord waarvan ik denk, ja, wat, wat, wat moet ik ermee? Lul lulde banger eerste klas. Waarom? Waarom? Met z'n halve informatie, daar klopt de helft niet van. Nee joh, ik uh, ben niet zo'n fan van hem. Je zou zeggen hij dat hij een Feyenoorder is, maar... Uh, Nee. Als je een echte Feyenoorder bent, dan prijs je je club niet zo naar beneden. Ja, alleen die ene toen die zei van uh, die transferwaarde van Feyenoord. Dat vond ik een beetje nergens slaan. Dat vond ik een beetje dat ik dacht van. Uh, dat, vond ik, dat vond ik raar. Ja, in die tijd was het wel een beetje. Uh, nou, die deed wel goed, maar het zat wel in de buurt ongeveer. De, de Dik voor elkaar podcast, ken je die? Mm -hmm. Ja. Die was nog geluisterd? Ja. Wat ja. vind je daarvan? Ja, leuke podcast. Luister lekker weg. Ik uh, luister er graag naar. Ja, absoluut. Het is niet mijn favoriet, maar hij heeft zeker wel toe te voegen. Dat is al gewoon een, wel een herkenbaar gezicht. Als je nou iets zou mogen zeggen tegen K Martijn, wat zou dat dan zijn? Of iets zou mogen vragen? Ja, Lekker bezig. <laughs> ja. ja. Uh, als hij me een keer mee wil nemen naar het kuip, uh, sta ik ervoor open. Dat hij een ander beroep moet gaan zoeken. Ja. Dat vind je ook, merk ik. Ja, ik vind het echt een uh, verschrikkelijke roze. Ik ben fan van Martijn Krabbel dan. Durf het gewoon te zeggen, op camera. Martijn, wat is fijn dat nu waard? Maar 100% mee. Wat is fijn er nu waard? Nou, een stuk meer dan die 20 miljoen. <laughs> ja, dat was ook een beetje, ja, kijk, dat is, dat is dan ook tv. Jan zat daar. En ja, dan ga ik niet zeggen 100 miljoen, kijk 20 miljoen, dan weet je, dan wordt hij natuurlijk helemaal gek. <laughs> dat ook een beetje effect, effect bij Maar dat was wel zo in die periode was het ook niet zo, heel, niet zo gek veel waard. Maar als je nu kijkt met al die spelers met Malaysia, Curk Beilo, Bijlo, ja, natuurlijk totaal anders. Ja. Ja, en wat ik ook wel grappig vond, is dat er dan ook een beetje gedaan wordt alsof jij een soort Feyenoord-fan bent, wat je eigenlijk net al... Uh... Ja, je moet je club niet zo naar beneden halen. Ik ben geen echte Feyenoord-fan. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Maar dat deelt... mensen je vreselijk vinden, daar heb je niet zoveel last van? Nee, daar heb ik uh... geen last van nee. Nee. van, nee. Ik heb nog wat coach en kop uit de media, die betrekking hebben op jouw carrière. Dat clubs ieder jaar weer dezelfde fouten maken, verbaast me het meest. Maar het is zo. Trainer, nieuwe trainer eruit. Uh, bij Feyenoord, uh, verbeek eruit. Mario Been totaal ander type eruit. Hup, komt de volgende trainer. Ja, dat is natuurlijk zo. Maak allemaal dezelfde fouten. Is dat ook onvermijdelijk? Het hoeft niet, maar het is vaak wel onvermijdelijk, ja. Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat komt. Dat is apart. Ik was vooral een Playboy, maar eentje die wel blafte, maar nooit beter. Ja, Pellen. Ja, Ja, tuurlijk. Dat weet ik allemaal nog wel. Al die uh, weet alles nog van hem. <laughs> Ja, want je hebt een boek gemaakt met duizend uitspraken van hem of duizend antwoorden duizend vragen, op vragen? duizend vragen aan pellen. Nou ja, op een gegeven moment hadden we er een paar honderd. Dus ik heb al mijn vrienden gevraagd, stel ook nog even een vraag. En als we echt niks anders hadden dan uh, stelde Piet Hobbelduif uit, uh, uit Duiven ook nog een vraag. Weet je wel, omdat het moest toch een beetje aan het aantal komen. Ja, ja je zit natuurlijk iedere week met de bestsellerauteur aan tafel. Mm -hmm. Ik even te kijken, maar ik kon jouw boekje bestellen voor 395 bij slechte nu. Meen je dat nou? Ja. Oh, ik had ook, dat het meer waard zou worden, juist, hè. Het was een schaarste dat het... Uh... Nee, en er nou. was, uh, ik zat ook een beetje te kijken uh, en er waren niet superveel dingen te vinden. Maar er was ook wel wat kritiek, omdat het vrij clichématig was en er veel herhaling in zat. Wat, dat boek? Ja. Ja, maar ik pretendeer niet dat het de ontdekking van de hemel is, hè. Nee, nee. Het is gewoon duizend vragen aan pellen en ik heb dat binnen 2,5 maand gemaakt of zo, man. Hm. Dus het was ook meer een, een aardigheidje. Het was gewoon... Uh... Vooral het proces was heel leuk. Het, 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 die lunches waren onvergetelijk. En ik had het voordeel dat ik alles van pellen wist natuurlijk. Ja. die tijd. Ik moet eigenlijk nog eens een keer herlezen. <laughs> ik, <laughs> ik weet niet ik waar je uit kan krijgen. Ik vind je ja. dat langs zo slecht. Heb je een slechte nu terecht of niet? Zeker. Nou, ja, dan zeker. loop ik daar even zo. En hoe lang duurde het voordat jij in de gaten had dat het echt een fenomeen ging worden bij Feyenoord? Want toen hij kwam werd het natuurlijk een beetje ritueel vrij, vrij snel. Hij kwam. Inderdaad denk je, oh, dat is die lange van, uh, van AZ. Die kennen er niet zoveel van. Maar dat doe ik altijd, dan vraag ik gewoon spelers naar een training of drie, vier. Ja, die zei van het is echt een fenomeen. Wat hij op de training doet en zo. Nou, toen wist je wel van dan gaat het wel goed komen. Ja, het was geen Garisteas zeg maar. Nee, nee, het was geen Garisteas. Dat was trouwens ook top hoor, Garisteas. Dat heb ik nooit meegemaakt dat heel Rotterdam op zijn achterste poten stond. Garisteas gewoon van Ajax en, uh, en die gozer stapt gewoon de kleedkamer uit en wandelt op zijn dode akkertje naar het uh, trainingsveld met al die schuimbekkende Rotterdammers om hem heen. Ja, dan hebben Griekenland wel ergere dingen meegemaakt. <laughs> dus dat vond ik ook wel weer mooi. En we nog een paar goals gemaakt, toch? In zijn periode ja. bij Feyenoord. Het was natuurlijk geen, geen superspits. Maar nee, nou, ook, ook, ook wel een... weer typisch een verhaal wat altijd naar Feyenoord blijft kleven, natuurlijk. Gary Steers kwam. De grote surprise op de laatste dag van de window. Maar daar moeten ze toch ook wel een beetje van hebben. Want heel vaak komt er opeens iets uit de hoge hoed. En dan moet je maar kijken wat, wat het wordt, zeg maar. Zeker. En dat en met, maakt met, met het ook Kazim, leuk. Kazim, uh, met Kazim met Trouwner is het eigenlijk ook een beetje hetzelfde verhaal. Ja, ook hetzelfde verhaal. Alleen er zit nu wel scouting achter. Dat is een ja. beetje het verschil. En Qdetti ja, kwam van Manchester City. Dat was gewoon wel een talent, alleen je moest het maar afwachten. Ja, dat was natuurlijk ook een voltreffer. Ook ja. een geweldig jaar was het trouwens, onder Koeman en, uh, en al, die, al, die, al die gasten. Dus ja, je hebt uh, echt ups en downs. En bij Feyenoord kan het ook snel gaan, hè. Ja, voor Qdetti waren ze tiende, daarna tweede Champions League. Nou ja, vorig jaar was het ook niet best. En als je nu kijkt, gaat het ook weer. Het kan ook wel vrij snel gaan in dat voetbal, hè? Hij negeerde ooit een cruciaal bod van 14 miljoen euro van Manchester City op Jonathan de Guzman. Ja, Erik Gudde. Dat is wel iets wat vaak terugkwam, wat je ook vaak hebt nageleefd. Uh, ja, ik dacht van de herhaling. Daar werden ze dus ook helemaal gek van bij Feyenoord. Maar ik wist gewoon dat dat klopte. En dat, ja, ze vonden het zo vervelend dat ik dat steeds, uh, steeds opschreef. Maar ja, ik had wel hele goede bronnen. Laatst sprak ik er nog iemand over. Die zegt ja, dat is gewoon 100% waar. Er zijn nog papieren van. Maar. Dat is waar, eenmaal hè. Ook weer water onder de brug. Hoe lang lees dat al wel niet? Maar het is toch wel vaak zo, of althans. Met Jurgensen was het natuurlijk eigenlijk een beetje een identiek verhaal. Dus dat ze dan niet op het hoogtepunt denken: we doen hem weg. Exact. En, uh, over Senesi gaat het dan ook weer van een mindere fase. En uh, misschien is de kans alweer voorbij. Is dat dan ook omdat ze, dat het bestuur dan misschien te bang is om zo'n speler te verkopen? Omdat dan het hele legioen in opstand komt? Of? Nou ja, verkopen is wel een kunst. Op het juiste moment een speler verkopen. Ja, dat is nog eenmaal uh, het, het probleem van Feyenoord. En zeker in die periode: 14 miljoen voor de Koesman, 17 voor, voor Jurgensen. Ja, het is bijna economisch misdadig dat ze dat niet hebben gedaan. Alleen ja, het is toch een kunst en durven, durven te verkopen, voorfinancieren, nieuwe spelers halen. Maar dat zijn ze nu wel mee bezig. De duurste uitgaande transfer van Feyenoord is nog steeds Dirk Ja. Weet je welke ja, selectie wel... staat van de, van, van de Eredivisie? Ik heb het laatste ergens gelezen, ja, heel laag in ieder geval. Ja, 22. Ja. AZ heeft al een paar zomers geleden al voor, voor betere deals gedaan. Ja. Het zegt veel. Maar is het dan wanbeleid? Of is het gewoon omdat bij, als de Ajax-factor heeft dat het dan... Dat is wel zo. De Ajax-factor moet je keer drie doen. Maar het is wanbeleid in die zin dat je moet durven verkopen. En dan had Feyenoord veel hoger op die lijst nog gestaan misschien. Hm. Maar Vilena ging uiteindelijk te laat weg. Uh, noemen ze allemaal maar op, joh. Dat is dus, het is zonde eigenlijk. Ja. Maar geloof jij dat Feyenoord op een gegeven moment wel helemaal die aansluiting zal gaan vinden? Nu is het onvoorstelbaar hoe ver Ajax is. Maar ik geloof wel dat het gaat... Misschien niet helemaal gedicht kan gaan worden. Maar dat het wel. Dat het altijd in het spoor zal blijven. Kijk, Trouner. Die komt voor een miljoen. Nou, prima gescout. Arsnes. Voor een half miljoen. Prima gescout. Pedersen. Hetzelfde verhaal voor een miljoen. Uitstekend. Boos kostte. Vier miljoen. Ja, dat is natuurlijk een beetje te veel. Ja. Spelers krijgen nooit tegenspraak. Ze zijn snel beledigd. Wie zei dat? Jij. Klopt. In het NFC. 2016. Ja, klopt. Is ook zo. Als je een stukje over ze schrijft, zijn ze boos. Maar daar hou je geen rekening mee? Nee, natuurlijk niet. Ik kan mij toch niet schelen of... Uh, ja... Guus Stil boos op me is. Hmm. Dan ga ik toch niet een seconde minder op slapen of zo. Maar het is dan niet dat Guus Stil tegen zijn teamgenoten zegt van dan moet je niet meer mee praten? Ja, nou ja, dan moet Guus Stil weten. Ja, precies. Ja. Nee, dat maakt me niet uit. Hmm. Feyenoord bestond niet eens voordat Dirk kwam. Feyenoord bestond niet eens? Voordat Dirk kwam. Oh, dat Dirk deed alsof Feyenoord niet bestond toen hij kwam. Ja, ja nee, dat was toch ook wel zo. Kijk, hij heeft absoluut een rol gespeeld hoor, in dat uh, kampioensjaar, ook al zat hij op een gegeven moment op de bank. Maar ik heb wel gezien dat hij heeft geprobeerd om een beetje te professionaliseren en, en altijd uh, voorop te gaan. En het goede voorbeeld te geven, dat heb ik echt wel gezien. Alleen, het, het werd natuurlijk wel een beetje de grote Dirk Kuijts show uiteindelijk. Ja, het was natuurlijk wel met die drie goals, maar ik bedoel, Jurgensen was toch ook, toch ook wel een aardig jaar, toch? Berghuis ook, Toornstra. Wat vind je van Dirk uit? Iemand die te veel een rol heeft gespeeld, denk ik, in zijn carrière. Ik denk dat hij daar zelf ook wel langzaam een beetje achter komt. Nou, hij kan nu een hoop kritiek op die uh, analyses die hij doet, maar zeker in het begin vond ik hem daarin juist wel goed. Hmm. Dan was hij ineens wel kritisch op, op, op bijvoorbeeld Feyenoord of op andere, andere spelers. Wat minder demagogisch dan normaal? Veel normaal. minder demagogisch dan normaal. Hmm. En dat hij uh, een ander kapsel heeft en een, en een nieuwe neus, ja, dat maakt mij dan echt helemaal niks uit. Vroegen ook aan mij, wat vind je die Dirk? Kijk, wie is dat Dirk? Zei, ja, maar nu moet die jongen toch zelf weten. Ja. Ja. En denk je dat er nog een groot trainer in hem schuilt? Nou, ik weet het niet, maar ik sluit het toch niet uit. Ja. Ik denk dat het op termijn best wel een goede trainer kan worden. Hetzelfde geldt voor Sneijder. Ja, maar een paar jaar geleden hadden we natuurlijk eigenlijk verwacht dat Dirk Kuijten nu voor de groep zou staan in plaats van Arns Dat was een beloofd ook. Ja. Dus wat dat betreft snap ik wel weer dat die Dirk daar niet zo blij mee was. Als het je beloofd is en het wordt niet nagekomen, dan... Als het in de mannen zien zit, hadden ze het ook wel gedaan. Maar Arnex werd uiteindelijk technisch directeur hè? en niet Sjaak Troost. Dus daar ging het een beetje fout. Hmm. En de advocaat presteerde geweldig. Dus was ook geen reden om toen te wisselen van uh, te trainen. Dus de timing zat hem op dat moment niet mee. het nou, viel me nog een beetje je mocht een elftal van de eeuw samenstellen van Feyenoord. En uh, Dirk Kuik kreeg daarin geen plekje. Dat het natuurlijk wel het duurste uitgaande transfer was en uh, ook nogal Ja, maar dat was gevolgd. volgens mij voor dat hij toch, uh, was het na het kampioenschap wel? Ja. Ja, maar de helft van de eeuw heeft natuurlijk ook te maken met je voorkeur voor spelers. Ik okay, heb toch de indruk dat je niet zo gecharmeerd bent van Dirk Kuijs. Maar hij zat op de bank, toch? Had ik hem niet op de bank... Nee, Had nee, nee, hem ook een paar keer warm laten nee, lopen, had hij erin gebogen. Ik weet niet zat wel op de bank en Pelle stond in de spits. De, de, ja, ja, de, de, tuurlijk. in de, <laughs> de spits, ja, tuurlijk. Nee, dat is niks menselijk. Pierre van Hoorn ook nog een plek? Maar Dirk Huyt? Ja, van, van ook heeft toch de Wever Cup mede me, ja, maar niks menselijk hadden, is mij vreemd. Nee, ja. Toen was ik net even een trainer die net een equa die speler even had. Ja. Even wegwezen dan. Maar nu zou ik hem misschien wel op de bank zetten intussen. Oké, dus het is een beetje gesleten. Al lang. Alles okay. slijt bij mij, joh. Ik ben ja. net zo lang boos. Ja, want ik zag toen natuurlijk dat hij bij Edvard Rijmond zo stond te oreren over hoe grappig uh, dan een boycott had gekregen. Ja, ja ik mooi. Ja, bij de, eens... voor die opeltjes toen. toen, ja, toen ja, ja. Ja. Stond hij daar zo een beetje als, als, weer als de minister? Ja. ja, ja. Dus ik dacht, je vindt hem een lul. Toen vond ik hem een enorme lul, ja. Dat klopt. Alleen wat is, vijf jaar geleden, hè? Ja. Dat is dan wel een beetje gesleept, joh. Ja. Hij kocht een cameraatje en daar stond zijn dochter te filmen. Dat was de eerste kennismaking met de camera. Ja, dat klopt, Marieke. Ja. Zo zijn wij ooit uh, 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 voor de camera of achter, ja, voor de camera gekomen. Dat had hij dan toch wel weer door. Eerst wilde hij het internet afschaffen. Johan. van, <laughs> <laughs> we schaffen het internet gewoon af. Ja, nou, dat ging niet helemaal. En toen dacht hij toch wel het idee van, ja, die jongens moeten zich wel ontwikkelen, niet alleen met, met schrijven. Nou, ja. Had hij dat cameraatje in zo'n oud uh, kantoortje, zat Marieke achter die camera, en die zei dan: Je hebt een half minuut. Wat speelt er bij Feyenoord? En dan moest je dat gaan vertellen. Zo is het begonnen. Ja. Leer er toch ook wel van. Mag ik jou een tip geven? Stop hem zo snel mogelijk in een ander. Dat was de beste tip die Johan mij ooit heeft gegeven. Dat klopt, ja. Is, nou, is het gelukt? Is het gelukt? Dat is, dat is uh, ja. nou, mijn verkering ging uit. En ja, weet hoe dat gaat op zo'n redactie. Ja. Die, die, uh, de secretarissen zitten voorin en uh, de assistenten, weet allemaal. En ja, ja, verkering is uit. Nou, binnen Nota. Zeker in, de, in die tijd kwam dat via de TamTam -tam bij Johan terecht. Je moest hij komen. Ik heb hier het dan vernomen dat je verkeering uit is. Ja, Johan, dat klopt. Ja, dat is, uh, die verkeering is uit. Ja, ja, koffie. Roffie. Hij zegt, dat is een beetje wat kijken. zo van, uh, Ja, jongen, het is toch allemaal wat met die wijven? Hè? Dus ik zeg, nou, inderdaad. Hij zegt, ik ben zelf ook zo vaak in Al die alimentatie en zo, het is allemaal niet makkelijk. Ik zeg, nee, nee, dat klopt. Maar mag ik jou een tip geven? Ik zeg ja. Ik zegt, nou komt het vaderlijke advies. Hè. Stop hem zo snel mogelijk in een ander. Maar ook niet als humor, bedoel ik, maar gewoon menen, weet je wel. Dus ja, zo snel mogelijk door. Wilde je natuurlijk eigenlijk ja. zeggen. Ja, is natuurlijk wel een kern van waarheid. In. Ja, het is wel een beetje afwijkend dat je hoogredacteur dat tegen je zegt. Zeker. Maar ja, wat ik zeg, hoop van Johan geleerd. <laughs> wat vond je daarvan? Dat ja, ik terug de redactie verloren op en dan Gilles zei: "Hij is van wat de, die, wat de die mag, nou gezegd heeft? Ja, dan zit je daar en zeg je: "Ja, natuurlijk Johan." En dus je probeer <laughs> je lach in te houden. En dan naar uh, buiten lopen en meteen Slegers, kom is wat hij nou zegt. Ja. Uh, Schitterende wel. tijd was dat joh. Er was ook wel... Veel aan te danken aan die man, hoor. Ja. Ja. En Johan en Kees van Kuilenborg en, uh, in die periode. En ook die andere gasten die er toen, die Peter Wekking, Frans van den Nieuwen of Ted van Leeuwen. We hebben bedoel dat je meegemaakt in de opleiding. Heb veel, veel aan te danken. Nou, ze hebben toch me de kans gegeven. Ja. ja, maar dat is één keer, dat is één moment, zeg maar. Ja, maar toch ook. Ja, maar ja, één En Dan moment. doe je daar goed je werk en dan houden ze je erbij. Om met om je goed je werk. Ja, maar dan moeten ze je toch ook nog, uh, nog verder wat gunnen. Hm. Johan, sturen we naar het jeugd-WK in Argentinië. Of, uh, W EKS, WK's en zo, ja. Hmm. Dat bedoel, dat, dat kan die ook anderen laten doen. Ja, maar het voelt een beetje alsof het niet alleen een zakelijke afweging was dat hij jou daar op dat moment het meest geschikt voor vond om die, om die de kans te geven, maar dat ook een soort gun. Uh, ja, zit altijd alles in het leven is toch gunnen, hmm. denk ik. Veel in het leven is ook, ook gebaseerd op gunnen. Maar die lagen elkaar wel goed, dat is eigenlijk. Uh... Ja, ik kan prima met Johan. Hmm. Ik heb natuurlijk ook zo vaak ook wel vervloekt en gehaat als hij weer gekke dingen had of zo, of dat hij weer onderuit de zak gaf. Of dat je weer uh, moest komen, je moet nu naar Johan komen. Ik denk, oh, weet je wat, Thijs had het ook, want die moest dan helemaal uit Brabant komen. Wel Christel op zei die Thijs, uh, Thijs, je moet nu naar Johan komen. Dus hij ging dan met zweet in zijn handen, in die, dat golfje zo van uh, Eindhoven naar Gouda. En dan zei Johan: wat hij een heel uitstekend stuk uh, gemaakt, je moet even dit of dat doen. Ja, zegt Thijs, dan was ik daar dan. Nou ja, viel allemaal weer mee. Ja. Dus hij liet je altijd, uh, ja. ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Hij zorgde altijd wel dat je scherp was of zo. Je zit nou bijna 25 jaar bij VI? Ja. Wat heeft die carrière je gebracht? Nou, dat ik wel heel veel van de wereld heb kunnen zien. Veel contacten, veel mooie wedstrijden gezien. Veel beleed, veel meegemaakt, dus eigenlijk heel veel. Is er iets wat je niet wist toen je begon, en wat je nu wel weet, en waarvan je denkt, nou, dat had ik eigenlijk even wat eerder moeten weten? Dat de voetballerij een hele kleine wereld is waarin eigenlijk alles wel weer goed komt. Je kijkt er naar van af en je denkt, oh, weet je wel, hoort die bonjes, de ...bondscoach weg, ruzies en zo, als je dan jong bent. Maar, Valt allemaal wel mee. Ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over gehad, dat momentje met een kaart in de auto. Ja. Dat was gewoon op het juiste moment op de juiste Dat plek was heen. op het juiste moment, maar dat is het voordeel om er naartoe te gaan en er te zijn. Dat was wel wat voordeel ervan ja. Ik wist dat hij wel gevraagd was om bondscoach te worden. En of ik wist dat Van Breukelen daarheen ging en toen zei ik, kom ik daarna kijk hoe het gaat. Misschien wordt hij het wel. Nou prima is Henk, je weet dat ik er niet altijd veel over kan zeggen, maar kom maar. En we zouden gewoon een verhaal maken. Waarom zou Henk de Kater geschikte bondscoach zijn, et cetera? Piet Hamburg gesproken, uh, Boussoefa die, uh, die daar liep. Dus ik had sowieso wel een verhaal. En tot een dag later speelde ze een wedstrijd voor de Aziatische Champions League. Voor 50 man, Ken gaan. In uh, dat enorme stadion in Abu Dhabi. En ik zag hem de afgelopen moeilijk bellen heen en weer. Dus dacht, even wegblijven, weet je wel, daar moet je niet mee bemoeien. En, uh, en toen was ik klaar, en ik, kom, we gaan. En dan zat hij, ik, er was ik, zeg wat is er aan de hand, Henk. Hij zegt ja, ik was bondscoach vanochtend. En Van Breukelen belt mij net af dat hij toch begint te twijfelen. Dus ik zeg nog, ik zeg, toch uit, eruit, man, dat er gelooft toch niemand? Hij zegt ja, het is eerder wordt, het is echt waar. Dus we zitten in die uh, grote jeep van een rijden over die cornice daar zo. Tingelingeling telefoon, Van Breukelen. Hij zegt, hij zet hem aan. Hij zei niet eens dat hij hem op de speaker had, maar hij zet hem gewoon aan. Ja, met her, ja, sorry Henk, met Hans. ja, Ik heb, ik heb je dat toegezegd. En dit en dat. Ik, zat, ik hoorde dat het waar was. Dus ik vroeg me af en hij belde nog tachtig keer die nacht. Ik vroeg: waar, waarom heb je mij dat nou allemaal laten luisteren? Hij zegt: omdat als ik het nou niet had gedaan, was het mijn woord tegen het woord van de KVB geweest. En mij, niemand had mij geloofd. Dus dat was eigenlijk de reden. Hm. Ik kon ze wel mooi een mooie reconstructie maken hoe het gesprek was gegaan. Want ja, hij vertelde werkelijk alles, die Hans ook natuurlijk aan de telefoon. Ja. Is dat dat zeggen, voor, de, voor, de, voor de voetballerij, zeg maar? Tuurlijk. Het recht was een consol van eerlijkheid en netheid. Ja, en, uh, nou, misschien en in plezier. onze beleving is het ook wel om eerlijk Ik weet het niet. Die had toen die persconferentie ook een heel uh, um, ging die weer een soort Powerpoint geven of zoiets, dat je dacht van oh, ons doen nou, normaal. Want het is allemaal geen onwaardige rozen natuurlijk. Het, het, ja, het, is, het is niet netjes om iemand mee te laten luisteren, maar het is ook niet netjes. Want Van Breuken zei ook, ga ik het gewoon allemaal ontkennen, Henk. Ja, en toen was voor hem de reden om, uh, om, dat, om mij mee te laten luisteren. Dus het is niet netjes om mee te luisteren. Maar het is ook niet netjes om iemand als leugen naar neer te zetten. Wat is zelf je favoriete vraag om te stellen? Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Ja, goed, of slecht. En uh, dat is altijd vraag ik aan iemand, iedereen, hoe is het? En dan ga je wel weer, uh, weer verder. Klein contactmomentje maken of zo? Ja, ik ben niet Wilfred Gené die er meteen bovenin vliegt. Die gaat natuurlijk eerst even gewoon een beetje bijpraten, zo met zo'n speler, bijvoorbeeld, van uh, hoe is het nou? En, uh, je positie en et cetera. En dan langzaam ga je wel... Uh, maar er zit natuurlijk ook gelijk al heel veel in, van in hoe is het. Ja, als ik aan jouw handbak vraag hoe is het, zal die zeggen ja, nou niet zo best. Ja, waarom dan niet? Nou, etcetera. Hm. Heb ik nog kans laten liggen? Ik Jij? Denk, ja, dat je denkt van hier had je even naar moeten vragen. Dan had je mooie anekdote gekregen dat heb je helemaal niet gedaan. Ik, heb, ik, pff, ik ben helemaal helemaal back off man. Ja. Zolang over mezelf zitten praten, ja. dat is dat zo idee. Ja. Maar nee, volgens mij niet. Zo XL is dit. Zo zomergast gast XL. Nee, ja, je hebt geen kansen gemist, want het gaat over voetbal. Dus ja. over voetbal heb je alles gevraagd, over het werk en zo. Okay. Dan rest ons nog één taak. Of jou eigenlijk nog één taak. En dat is uh, een beetje uh, je legacy hè, in de laterschap van de International Football Writer Martijn uh, International Football Writer. Uh, ik heb een heel slecht handschrift. Dat is een uh, journalist eigen toch? Dat is waar. En dokters. En laat maar zien aan de camera, voetbal is geen hogere wiskunde. Jij kan het lezen. Ja, ja. Nou, mooi. En waarom schrijf je dat op? Omdat het wel eens uh, te ingewikkeld wordt gemaakt naar mijn mening. Met systemen en data en uh, al die gekkigheid erbij. Het is natuurlijk prima, het kan natuurlijk wel dienen als een hulpmiddel. Maar uh, een trainer is toch echt afhankelijk van de kwaliteit van zijn spelersgroep, hè? grotendeels. En ik kun je er allerlei filosofietjes op loslaten. en allerlei theorietjes en data en dit en dat. Maar nee, gelukkig niet. Dankjewel. Dankjewel. Dank yes, graag gedaan.